En hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag zondag, de enige echte zondag, altijd op zondag, zoals altijd op zondag. Ik ga jullie vandaag een paar beelden laten zien. Het is van één potje Skywars van laatst. Ik zeg in deze video, zeg ik heel sterk een paar van, zeg ik vaak van, ja, weet je, was ik goed bezig en al dat soort dingen was het van, ik was goed bezig en ik zit vol dit en ik ben goed en dit gaat prima. Dat komt omdat ik deze video eigenlijk al eerder gerenderd heb, maar omdat er twee derde van de video is zwart beeld. Dus daar ga je die niet veel in hebben, laat ik het even zo zeggen. Dus ja, mijn excuus daarvoor. Maar in ieder geval, het deel wat nog wel gewoon klopt, gaan jullie lekker zien. Was een leuk potje. Tenminste, ik vond hem gaaf. En ja, veel plezier met het kijken. En ja, laten we lekker beginnen met het potje. En dat doen we in 3, 2, 1. Ik zit helemaal vol adrenaline. Max was al gewoon verbaasd dat ik het zo lang volhoud en hield. En Max, ja, het is bekend dat ik niet zo goed ben in de PvP. Maar ik heb het echt lang volgehouden. Oké, Armin Golem, Max, sterke gear is wachten. Slappe gear is YOLO. Maar laten we ik heb ervan geleerd inderdaad. Ik ga nu wachten. Ik ga niet YOLO. Ik ben net binnen 10 seconden ben ik uitgeroeid toen ik was gewoon niet zo snel. Maar ik zal je zo even uitleggen waar, als je zo ook even naar mij toe komt. Zal ik je uitleggen waar die extra chesten zaten, want dat heb ik gezien. Ik weet niet of bij elkaar ik weet niet of bij elkaar het zat. Ik zie hier wel dat ik sterke gear heb. Yes, diamond chestplate. Nice. Ik heb ook diamond chestplate. Nice. Weet je, ik neem altijd alles mee, maar eigenlijk in principe gebruik ik echt bijna niks van wat ik heb. Oh, ik heb 2 keer diamond chestplate. Overbodige luxe hier. Ik ga altijd alles mee. Ja, ik in principe. En later dump ik het allemaal weer terug. Dan hoef ik niet te denken wat ik pak, namelijk. Oké, ik heb hem. Oké, het zit. Oeh. In dat ene dingetje wat ik dus weer vind van die extra chest, zeg maar. Ja. Er zit gewoon heel veel shit in wat ik gewoon. Er zitten even 2 zwaarden in die ik had nog geen zwaard, weet je. Nice. Dat soort shit. Ik zit even te zoeken. Waar zit die kist eigenlijk? Ik kom zo even naar je toe. Gewoon onder de trap, toch? Daar. Huh. Ik naai hem. Oh nee, waar zit die kist? Onder de trap? Ik kom naar je toe en hoop dat ik niet dood ga. Ik ben nu op je eiland hoor, dus niet schrikken. Kijk. Huh! Daar zit je op mijn eiland. Ja, daar ben ik. No shit. Ik heb even wat blokjes meegenomen. Zo weet je ook waar die zit. Zit hij ook hier? Probeer eens. Nee, daar zit hij niet. Gekeken. Ik denk echt mensen die dat weten, die moeten er wel achter komen met X-ray, denk ik. Of gewoon 1 keer hun hele eilandje gesloopt hebben. Het was gewoon de axe. Gewoon niet de axe, die kan het traag slaan, maar doet de meeste damage. Dus als je daar iemand snel wat dood wil mappen, dan moet je dat doen. Een hoe, die doet het minste damage, maar die kan heel snel slaan. Dus in principe doet hij dat ik veel damage. Nee, iemand op ons eiland. Nee! Oh, sorry. Oh, kut. Nah. Sorry, man. Dat maakt niet uit. Nu kun jij nog winnen. Spectate mij. Ik ben nu echt bang. Sorry, man. Ik spectate ook hoor. Nee, maakt niet uit. Het maakt me bang. Zijn er nog mensen boven mij? Ik ga gewoon naar boven toe. Ik krap aan mijn neus met mijn hand, met mijn muis in mijn hand. Ik wil mijn muis niet loslaten nu. Mooi. Ik ga naar die guy toe die mij dat zwaar irriteert. Nice. Kom op. Zo, die is dood. Nice. Ja. Yeah. Nou, hij zit bij elk eiland zit een key. Nee. Nou, dat was niet eerlijk. Good, sorry. Oh, nee. Ik was even bezig, oké. Ik vond het leuk geweest voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. Hier beneden in de beschrijving. Vergeet ik niet even te abonneren op Max. Max MG Skills. Dat kennen jullie vast wel ondertussen. En anders, ja, het staat waarschijnlijk in de beschrijving. Ik ben een beetje inactief de laatste tijd, maar er komt al verandering in. Dus ja. Het zit een beetje in een dipje. Maar ja. Een beetje dipsaus erbij en alles komt helemaal goed. Oké. Oh, een beetje chill. Okay. Als jullie dipsaus voor me regelen, dan ga ik weer verder. Dan wordt het hem. Ja, en Doritos roulette. Ja, maar dat is foute boel. Ik zweer je, op een of andere manier vind ik de gewone Doritos minder lekker dan de Doritos roulette. Bij ons in huis liggen echt al 10 zakken. Iemand roulette. Had een keer een Doritos roulette gekocht. En ik probeerde één chipje. Ik kan meteen die super heten. Dus ik spuugde dat ding meteen uit. Ik dacht, wie kan het spul eten? Als dat. Ja, op een of andere manier. Bij ons thuis liggen echt gewoon 10 van die zakken van roulette. En we eten dat s'avonds echt gewoon, ik heb trouwens laatst. Toen ik jarig was, toen had een vriend van mijn ouders, die had mijn geld gegeven. Die zei, koop wel stoute dingen van. Dus wat ik heb gedaan, ik heb nummer 6 van de heetste saus van de wereld gekocht. Nice. Ik zeg ook even dat ding is zo ontiegelijk heet dat je een druppel in een pan soep moet doen. En dan is het goed. Aha. Oké, ik voel de pijn. In ieder geval willen jullie allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een blauw duik omhoog te doen. Voor mij en voor Max MG Skills. En neem fix dipsaus voor die jongen. Dat hij uit zijn dip komt. Of eigenlijk in zijn dip. Een hele arme jongen. Eigenlijk in zijn dip, want dan kan je dippen, zeg maar. Ja. Okay. En dan is de dipsaus op en dan is de dip dus op en dan ben ik dus weer actief. Snap je? Oké, top. Dan ben ik weer actief om de dipsaus te halen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters en doei.